leuk dat je kijkt. En vandaag ga ik je iets vertellen. En dat is dat ik heel graag een schoonmaker wil. Dat is gewoon echt mijn grootste wens, is een schoonmaker. Ja, toch vind ik het dus wel een beetje vreemd dat we straks een schoonmaker hebben. Maar ja, het is toch wel iets wat ik geleerd heb dat je gewoon zelf moet doen. Maar aan de andere kant, Baker werkt fulltime, ik werk fulltime. Ja, het is gewoon lekker om op de bank te hangen ook. Nou, wat de schoonmaker dus echt niet gaat doen, is bij ons natuurlijk de afwas. Want ik kan prima afwassen. Afwassen vind ik niet erg, ik vind stof erg. Dus ik heb liever dat hij stof dan de afwas doet. Dus dat hoeft hij natuurlijk niet te doen. Of de vaatwassen uitladen, of de was vouwen. Dat hoeft natuurlijk niet. En ook iets wat belangrijk is, een schoonmaker is een schoonmaker en dus geen opruimster. Dus het opruimen, dat moet je lekker zelf doen. En dat is ook wel handig als je een schoonmaker hebt, want de dag van tevoren is het wel alles kan. Vandaar dan kan hij goed schoonmaken. Dus dat is gelijk het huis opgaan en schoon de dag daarna. Lekker schoon, lekker bijhouden. Ik vind het stiekem best wel gewoon, zeg maar, stom om te zeggen dat wij een schoonmaker hebben, of gaan hebben, of dat we een schoonmaakster krijgen. Ja, ik weet niet wat het is. Het is alsof het raar is om een schoonmaker te hebben of zo, want ik vind het toch best wel een gek idee of zo. En ja, maar dat is het natuurlijk ook, hè. Kijk, ik zeg allemaal van, hey, maak het jou. Dat is gewoon, dat is mijn motto. Ik vind gewoon dat je het echt helemaal jou moet maken en het leven jou moet maken. Dus niet alleen je huisje dat een persoon moet zijn, maar echt gewoon, doe wat bij jou past. En aangezien ik niet wil poetsen, denk ik dat het schoonmaken wel bij mij past. Dus hè, ben ik gewoon lui of is juist gewoon normaal tegenwoordig? Ik ben benieuwd. Wat vinden jullie? Ben ik gewoon een lui varken? Of zouden jullie ook wel schoonmaken willen omdat het echt gewoon ideaal is? Of heb je er een en bevalt het supergoed? Laat het eventjes weten in de reacties hier beneden. En tot de volgende video. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal mocht je dat niet gedaan hebben. Want hier vind je elke week weer een nieuwe video om jouw leven en jouw huisje helemaal jou te maken.